Vrienden, we staan op de drempel van de 4 weken voor Kerstmis. En in die donkere dagen kijken we uit naar het ontluiken van licht. Dat is de Advent. Letterlijk de toekomst, het naar ons toekomen van Jezus, die licht en leven is. Licht en leven, we hebben het brood nodig in deze coronacrisis. Want we kunnen het ons niet verbergen, we zijn echt kwetsbaar en broos. Maar Jezus, die laat ons niet alleen in onze nood. En die nood, die zien we het scherpst deze dagen in de woonzorgcentra. Bij de bejaarden, in al hun kwetsbaarheid. Bij hun families, die er amper naartoe kunnen. Bij de mantelzorgers. Bij die vele vrouwen en mannen die nu door het zware werk in de zorg echt met het water aan de lippen staan. En toch, vrienden, ook daar ontluikt er licht in het donker. Dat komt Piet van de Voorde ons nu meteen vertellen. Hij vertelt hoe ook daar Jezus aanwezig komt. Hoe ook daar zijn advent vandaag gebeurt. Goede vrienden, we beginnen de advent dit jaar in een periode van onzekerheid en zorgen. Ook in deze tweede golf van de gezondheidscrisis zijn heel wat mensen ziek geworden. In deze tijd van hoopvol uitzien naar Kerstmis willen we ons met al deze mensen verbinden. En ook met hen die dag en nacht zorg voor hen dragen. Met het risico ook zelf ziek te worden. Een crisis als deze zet de zorgsector onder enorme druk. Vaak komen mensen handen tekort om datgene te doen waartoe ze zich geroepen voelen. Goede, menswaardige zorg geven. En dat is een situatie die ook ons, christenen, uitdaagt. En wel om een kerk te worden die naar buiten komt en dicht bij de mensen wil zijn. Ook in het bisdom hebben wij dit signaal opgenomen. Sedert enkele weken zijn enkele medewerkers van het bisschopshuis en enkele vrijgestelden uit de pastorale eenheden als vrijwilliger aan de slag in enkele woonzorgcentra. En op die manier, heel eenvoudig, dragen we ons steentje bij om te helpen, daar waar de nood nu het hoogst is. Daarbij verliezen we ook de groeiende vereenzaming door de lockdown niet uit het oog. De actie Samen Corona-eenzaamheid verlichten wil daarop een concreet antwoord zijn. Het is een open initiatief. Iedereen die wil, kan meedoen. Elke week iemand opbellen, elke week een kaartje schrijven of elke week een gesprekje waar mogelijk. Op die manier zorgen we dat het voor iedereen een hoopvolle tijd kan worden. Uit de profeet Jesaja. Gij, Heer, zijt onze Vader en Verlosser. Keer u weer tot ons. Scheur toch de hemel open en daal af. Gij alleen zijt God en gij staat bij allen die op u durven hopen.